Ja. Jantje en zijn oom lopen in de straat. Jantje ziet een snoeppapiertje liggen en hij vraagt aan zijn oma: oma, mag ik dat papiertje oppakken? Oma zegt: nee Jantje, alles wat op de straat ligt is vis. Even later komt hij een ijspapiertje tegen. Vraagt Jantje: oma, mag ik dat oprapen? Zegt oma: nee Jantje, alles wat op de straat ligt is vis. Even later valt Jantjes oma over een bananenschil uit en verliest 5 euro. Oma wil de 5 euro oppakken, alleen Jantje zegt: nee oma, alles wat op de straat ligt is vis. Er gaan twee kinderen kamperen in het bos. Dan wordt het ene kind 's morgens wakker en ziet het andere kind rond de tent rennen met een wolf achter zich aan. Dan zegt het ene kind van: pas op, hij bijt je straks. Dan zegt het andere kind van: nee hoor, want ik lig er rond ervoor. Er zitten twee koeien in bad. De ene koe vraagt aan de andere koe: heb je een washandje? Vraagt de andere koe: waarvoor? Ik krijg die zwarte vlekken niet van mijn rug. Er kwam een dom blondje in de winkel. Ze ziet een pak melk. Ze maakt het open. Waarom maakt ze het open? Omdat er hier open staat. Jantje zit in de klas. Hij moet nodig plassen. Hij vraagt tegen de juf: juf, mag ik plassen? De juf zegt: nee, we gaan rekenen nu. En een paar minuten later zegt de juf: waar ligt de Noordpool? En Jantje zegt: onder mijn stoel. Jantje zat in de klas. Hij zei: vroom, vroom, vroom. En ze zei: hou op Jantje. En de Jantje weer: vroom, vroom, vroom. Even later de Jantje weer: vroom, vroom, vroom. De meester: Jantje, nog één keer en dan anders ga je naar de gang. En deed hij weer: vroom, vroom, vroom. En toen zei meester: Jantje, ga maar naar de gang. Zei Jantje: nee meester, mijn benzine is op. Jantje zit in de klas en de meester vraagt aan Jantje: Jantje, hoeveel is 15 keer 3? Jantje zegt tegen de meester: meester, weet ik niet. Een tijdje later zegt meester weer: Jantje, hoeveel is 15 keer 3? Zegt Jantje weer: meester, dat weet ik niet. Zegt de meester: nou, ga dan maar naar huis om na te denken. Gaat hij naar huis, gaat hij naar zijn zus die met de Barbies aan het spelen is. Vraagt hij aan zijn zusje: hoeveel is 15 keer 3? Barbie Club, Barbie Club, Barbie Club. Gaat hij naar zijn broer die met Spiderman aan het spelen is. Hoeveel is 15 keer 3? Superman, Superman. Gaat hij naar zijn vader die tv aan het kijken is op voetbal. Vraagt Jantje weer: hoeveel is 15 keer 3? Goal, 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 goal. Gaat hij naar zijn moeder die aan het strijken is. Mam, hoeveel is 15 keer 3? Zegt zijn moeder: strijk, strijk, strijk. Even later gaat hij naar school en vraagt de meester weer: Jantje, hoeveel is 15 keer 3? Zegt Jantje: Barbie Club, Barbie Club, Spiderman, Spiderman, goal, goal. Nou, strijken, strijken. Het is groen en skiet van de berg. Niet? En Skiwi. Er was dus een Nederlander, een Belg en een Duitser. Nou, de eerste verdieping zat de Nederlander. Op de tweede verdieping zat de Belg en op de derde verdieping de Duitser. Op de derde verdieping wou de Duitser gaan slapen toen hij opeens hoorde: als ik je heb, eet ik je op. Als ik je heb, eet ik je op. En toen, toen sprong hij uit het raam. De Belg op de tweede verdieping, die hoorde hetzelfde: als ik je heb, eet ik je op, als ik je heb, eet ik je op. Dus hij sprong ook uit het raam. De Nederlander hoorde ook hetzelfde en ging kijken in de kast. Toen zag hij een kaboutertje die in zijn neus peuteren. Als ik je heb, eet ik je op, als ik je heb, eet je op. Er lopen twee ballonnen in de woestijn. De ene ballon zegt tegen de andere ballon: kijk uit, een cactus. Het hangt in een boom, het is groen en het zegt steeds: ik ben een appel. Wat is het? Peer. Een vervelend peertje. Waaraan kan je zien dat een paard gesnoept heeft in de koelkast? Aan de hoefsporen in de boter. Hoe let ze het alfabet? 26. Nee, 23, want de KLM vliegt af. Het is grijs en het hangt aan de boom. Een tros stenen. Het is groen en spioneert. Spionage. Wat is een grappig pak? Een
grapjas en een lolbroek. Een cowboy stopt bij een café. Hij wil een emmer bier voor zijn paard. De meneer aan de bar vraagt, waarom neemt u geen glas? Zegt de cowboy, nee, ik moet nog rijden. Er was eens een konijntje die ging naar de bakker en die vroeg, heeft u wortelstaart? Nee, zei de bakker. De volgende dag kwam het konijn weer. Die vroeg, heeft u wortelstaart? Nee, zei de bakker. De bakker die besloot worteltjesstaart te maken. De volgende dag kwam het konijn weer. Heeft u worteltjesstaart? Ja, zei de bakker. Vies, hè? Waarom ligt broer konijn altijd zo vroeg in bed? Hij hoeft maar twee tanden te poetsen. Er loopt een oen door het bos en dan ziet hij een andere oen tegen een paal aankloppen. En dan zegt die oen van, wat ben jij aan het doen? Zegt die ene, ja, er is hier een feest. En dan zegt die ene, moet ik mij helpen met kloppen? Dan zegt die ene, help met kloppen en dan zijn ze een kwartier aan het kloppen. En dan zegt hij, zijn ze wel thuis? En dan zegt de andere, ja, het zou wel moeten, want het licht brandt boven. Hoe lang is een Chinees? Hij heet Oelang. Het is wit en het ontploft. Boemkool. Twee gekken lopen langs het treinspoor, zegt de een tegen de ander. Ik weet zeker dat hier net een trein langs is geweest, zegt de andere. Hoe weet jij dat? Ik zie het spoor nog liggen. Er waren eens twee domblondjes. Eén domblondje had rijles. Ze kwamen na de rijles, ging ze een kop koffie drinken bij de andere domblondje. Het ene domblondje zei, hoe ging het? Ja, ik kwam een rotonde en er stond een bord met 30. Dus ik heb echt 30 rondjes gereden en toch ben ik gezakt, zegt de andere domblondje. Heb je vast niet goed geteld? Het is wit, zwart en het springt. Springwing. Dan komt een man met een rode hoed. Een man met een rode hoed en een rode jas komt een rood café binnen. Pakt een bestelt een rood biertje met rood geld. En heb een rood koffertje bij zich. Uit zijn rode koffertje had hij een rood pistool en schiet tegen de rode lamp aan. Wat is nou het leuke van deze mop? Ik kan hem ook in blauw vertellen. Waarom heeft een giraf zo'n lange nek? Dan kan hij zijn vieze voeten niet ruiken. Twee zeevissen in een aquarium wat is ondergelopen zeggen tegen elkaar, jippie, nu hebben we eindelijk een buitenzwembad. Het is zwart en rood en het vliegt door de lucht. Een vlieg met de bloedneus. Het is groen en het rolt van de berg. Een slawine. Nederlander, een Belg en een Duitser staan bovenop een flat. Ze gooien alle drie een horloge naar beneden. Eerst de Belg. Nou, de Belg ren naar beneden, maar net voor zijn neus valt zijn horloge kapot. Bij de Duitser gaat het precies zo. De Nederlander loopt gewoon rustig naar beneden en vangt met zijn hoed het horloge op. Vraagt de Belg, hoe doe je dat nou? Nou, gewoon, ik heb mijn horloge teruggezet. En dan loopt een vliegtuig in de lucht. Weet ik niet. Ik weet het niet. De schreeuw aan het fietst. Weet ik niet. Een frietser. Een jongen gooit een ei tegen de muur. Het ei gaat niet kapot. Hoe kan dat? Het is voor sneeuw. Weet ik niet. De kip zit er nog mee. Wat is het verschil tussen een boer en een koning? Weet ik niet. De koning moet een boer laten, maar de boer geen koning. Jantje loopt met een zusje over de markt. Valt de zusje in de sloot. Jantje loopt gewoon door. Komt Jantje even later thuis, zegt de moeder, waar is je zusje? In de sloot gevallen. En zo, waarom halen we hem niet uit? Sorry man, stond hij op boterpaleisje. Jantje en zijn vriend lopen over een weiland heen. Jantjes vriend zegt, zie je dat bos daar? Jantje zegt, nee, de bomen zitten ervoor. Met welke hand trek jij je delen af? Met je rechter, zegt de ander. Haha, ik doe met een wc-papiertje. Twee slangen zitten in het oerwoud. De een zegt een tegen de ander. Zijn wij giftig? Ja, zegt de ander. Hoezo? Ik heb 10 ton gebeten. Twee zandkorrels lopen door de woestijn heen. De ene zegt tegen de andere, volgens mij moeten we wel zingen. Twee skeletten zitten op het terras. Zegt het ene skelet, geef mij maar cola. Zegt het andere skelet, en mij een dwaal. Hoe hou je een paard uit de sloot? Gewoon trekken.